Hallo, ik ben Desiree Stokkel. Het is 13 november 2015. Ik stik in mijn woorden. Ik ben echt heel erg kwaad. Ik ga nu die video niet overmaken. Ik zeg wat ik heb te zeggen en we zien wel wat het wordt. Je leest in de krant dat Kamerleden een onderzoek gaan verrichten naar het lekken van staatsgeheimen uit de commissie Stiekem. Dan lees je ook dat het goed gaat met de economie en je leest dat er minder vluchtelingen in Nederland zijn. En dat er steeds meer vluchtelingen zijn die ten onrechte hier asiel hebben aangevraagd en op eigen initiatief het land verlaten. Maar er is ook iets dat je niet leest en dat niet gedeelte leidt ertoe dat we een totaal andere economie krijgen dan er in de krant staat. Kamerleden kunnen in theorie wel, maar in een juridisch correcte constructie het onderzoek commissie Stiekem niet verrichten. Er ligt tegen alle parlementsleden, tegen de koning en tegen de kiesraad een internationaal strafhofrechtszaak. Nederland is formeel een dictatuur. Die internationaal strafhofrechtszaak heeft tot gevolg dat de Hoge Raad niet ontvankelijk is in de rechtszaak tegen een fractievoorzitter die heeft gelekt uit de commissie Stiekem. De Hoge Raad kan dus nu in Nederland het hele land om zeep helpen. Want onze rechtspraak bewijst momenteel voor de derde keer dat ze totaal scheid hebben aan het volk, dat het ze echt helemaal niet interesseert, dat ze de rechtsstaat Nederland afbreken, dat ze burgers dwingen in een oorlogssituatie te leven. De allereerste keer was mei 2007, toen ik gedwongen werd om die rechtszaak te starten bij het internationaal strafhof. Toen ik dat dossier naar het ICC bracht, was Serge Brammertz de aanklager. Serge Brammertz heeft een westerse opleiding en die begrijpt die westerse manipulaties. De mensen die nu werken als aanklager of president binnen het ICC hebben hun diploma's vervalst, hebben geen opleiding en zitten daar alleen op politieke titel. En ze zijn bezig om van elk rechtsfeit een lobbyfeit te maken. Dus dat is nogal gevaarlijk. Dat op zich is al heel gevaarlijk. Een tweede punt waarop de Nederlandse rechtspraak tegen het volk liegt, en liegen dat is gewoon iets niet uitleggen wat je wettelijk verplicht wel bent uit te leggen, is augustus 2012. Toen heb ik een brief ontvangen vanuit het internationaal strafhof waarmee ze bewijzen dat ze echt weigeren te werken als rechtbank. En dat doet dat ICC dus, terwijl ze weten dat het allemaal de sociale media opgaat. Terwijl ze weten dat het in handen komt bij rebellen en terroristen in Afrika, in Midden-Oosten en waar dan ook ter wereld. Dus, rechtspraak heeft dan in mei 2007, augustus 2012, verzuimd het volk voor te liegen en zit als een psychopathische debiel te gniffelen achter het bureau, omdat ik niet sterk genoeg ben de waarheid aan het grote volk uit te leggen. Daar komt nu bovenop dat de Nederlandse media verzwijgt dat Poetin een administratie bouwt voor Wereldoorlog 3. Poetin gaat ervan uit dat Wereldoorlog 3 komt. En is dat een realistisch scenario? Ja, omdat hij het deels zelf aanmaakt. Maar dat deels, dat kun je niet allemaal afschrijven op Poetin. Het internationaal strafhof en de Nederlandse rechtspraak hebben daar een grote rol in. Als de Nederlandse rechtspraak het heel erg leuk vindt om het internationaal strafhof en het internationaal gerechtshof via de lobby met de koning helemaal af te breken en altijd maar toneelstukjes op te voeren over de rechtsstaat Nederland, dan krijg je dat iemand als Poetin daarop inhakt, maar dan wel met de Russische mentaliteit. We hebben dus een situatie dat de rechtsstaat, de rechterlijke macht, het volk weigert te helpen bij het bouwen van de rechtsstaat. En dan heb ik het nog niet eens over al die discriminerende wetten. Zoals de participatiewet voor uitkeringsgerechtigen. Allerlei arbeidswetten die ertoe leiden dat MKB'ers heel lang ziektekosten moeten doorbetalen terwijl ze dat niet kunnen. Waardoor bedrijven weer failliet gaan. Er zijn wel meer van die wetten die echt van geen kant deugen. Huurwetten. Ja, nu is er weer een wet die aangeeft dat mensen die in een slecht onderhouden huurhuis wonen, in een achterstandswijk of een slechte wijk, huurverlaging kunnen aanvragen. Die wet leidt er wel toe
dat mensen die op een sociaal minimum te midden van de rijken wonen, worden weggepest. Dus die wet die leidt op lange termijn weer tot ghettovorming. De armen bij de armen en de rijken bij de rijken. Nou, dat zijn allemaal vormen van discriminatie. Die worden door de koning, maar ook de rechtspraak, allemaal goedgekeurd. En dan heb ik het ook nog niet over het feit dat er tegenwoordig al heel veel mensen zijn die niet meer naar de rechter kunnen, omdat ze het niet kunnen betalen. Oké, nu weet je hoe onvoorstelbaar slecht het gesteld is met integriteit van onze rechters, griffieren, aanklagers, advocaten die de rechtsstaat overeind zouden moeten houden. Dan krijg je nu bovenop het feit dat Kamerleden nu zoeken naar een lobby om de ambtsmisdrijven begaan door fractievoorzitters weg te moffelen. Dat wegmoffelen, dat kan al niet meer. Omdat alle hoge raden op planeet Aarde, dus de Supreme Court in andere landen, al vanaf mei 2007 weten wie ik ben. En niet alleen maar weten wie ik ben. Er zijn Supreme Courts, bijvoorbeeld in Afrika, die beter zijn gaan functioneren door mijn rechtszaak tegen Nederland binnen het internationaal strafhof, door mijn e-mails, door mijn mentaliteit. Want het is hier vooral een mentaliteitskwestie. Je hoeft voor het oplossen van dit probleem niet eerst 8 jaar een studie te volgen, want het is een mentaliteitskwestie, het is de wil. Wil je iets goeds bouwen? Of wil je iedereen voorliegen? Of wil je jezelf uit de gevangenis houden en interesseert het je niet eens wat er met anderen gebeurt? Het gaat hier om de wil. Nou, die wil is bij andere Supreme Court wereldwijd afgestemd op de wil van Nederland. Buitenlandse gerechtelijke systemen weten heel erg goed dat de Nederlandse Hoge Raad nu formeel niet ontvankelijk is in een rechtszaak tegen iemand uit de commissie stiekem. Dat komt in 2 lagen, dus Kamerleden zijn sowieso al dictatoren die uit het parlement verwijderd hadden moeten worden door het internationaal strafhof. De commissie stiekem kan helemaal geen commissie stiekem zijn, want er ligt een internationaal strafhof rechtszaak tegen die deelnemers aan die commissie. Dan heeft de AIVD gewoon openlijk aan mij bewezen dat het ze geen moer interesseert dat op dorpsniveau of stadsniveau een gemeentebestuur mensen probeert te vermoorden, enzovoort, enzovoort. Het kan zijn dat de Hoge Raad dit dossier van een Kamerlid, gestart door een Kamerlid, tegen een commissie stiekem fractieleider, wel start, wel in ontvangst neemt en start. En dan gebeurt er iets. Dan bewijs ik als burger dat een burger geen rechtszaak kan starten tegen een Kamerlid of lid van de Staten-Generaal bij de Hoge Raad voor ambtsmisdrijven. Zelfs als die burger bewijst dat er geen advocaat is, de advocatenorde het verdomd om juridisch correct te werken, dan nog weigert de Hoge Raad burgers te beschermen tegen een leven in een dictatuur. Dus als die Hoge Raad, die overal internationaal al is uitgekotst, dan toch het dossier van een Kamerlid aanvaardt om een rechtszaak te starten tegen een fractieleider binnen de commissie stiekem, dan leidt dat tot een acute verslechtering van de economie. De Hoge Raad moet eigenlijk nu naar voren komen, moet nu het land instappen en zeggen: wij moeten iets uitleggen over Desiree Stokkel en het internationaal strafhof. We hebben haar opzettelijk getreiterd richting het internationaal strafhof, want wij wilden wel eens zien of een bijstandsmoeder dat zou overleven. Wij hebben opzettelijk de MH17 mensen laten vermoorden, want we hadden geen zin om het internationaal strafhof te dwingen te gaan werken als eerlijke rechtbank. Niet via de lobby in Nederland, maar ook niet via Eurojust. Dat is een EU-lobbyclubje waar alles wat met recht te maken heeft, samenkomt om te ouwe hoeren. Dat betekent dus dat de Hoge Raad nu het Nederlandse volk zou moeten helpen bij het herbouwen van de rechtsstaat Nederland en de democratie. Nou, dat doen ze natuurlijk niet. Want die machtsstrijd met Desiree Stokkel is heel wat belangrijker dan het redden van mensenlevens. Is heel wat belangrijker dan het redden van de economie. Als nu de Hoge Raad dit dossier aanvaardt en we krijgen een theaterstuk in de media,
Terwijl er tegen die mediamakers een internationaal strafhof rechtszaak ligt, omdat ze altijd liegen, krijgen we een totale intensivering van chantage van Nederlandse ondernemers vanuit het buitenland. Dus je hebt eerst het rechtssysteem in het buitenland dat weet dat Nederland niet deugt. En dan krijg je daar nu bovenop de ondernemers die denken van, hey, wij kunnen nu in Nederland onze slag slaan. Het is bijna 11 minuten, ik moet stoppen. Begrijp je mijn kwaadheid? Ik kan het niet stoppen. Ik kan eigenlijk alleen maar even afwachten wat er morgen nou weer gebeurt tussen Poetin en de andere dictatoren. En dan kijken wat ik als antwoord daarop heb. Ik kan aan andere rechtbanken op planeet Aarde het een en ander uitleggen over wat ik nu heb uitgelegd. En dan moet ik ook weer afwachten. En toekijken hoe de hele teringzooi een nog grotere bende wordt.